risk of flooding is and always will be an issue. In the Netherlands, a country which has battled with water for centuries, ergens midden in het land ligt een veerpont die daar als door een reusachtige hand zomaar doelloos is neergezet. And in the rest of the world. Dat zal altijd actueel blijven, want wij leven hier in een delta. En bovendien zien we dat mogelijk de zeespiegel rijst en de rivierafvoer. Dat het land op sommige plaatsen zakt. En bovendien dat wij ons land blijven ontwikkelen op plekken die kunnen overstromen. Nou, op zich is het helemaal niet erg dat de wereld verandert. We zien natuurlijk zeespiegelrijzing, we zien meer water komen via de rivieren. Dat betekent eigenlijk dat we continu in de gaten moeten houden of een veiligheidsniveau wat we in het verleden hadden ook nog voldoet voor de toekomst. En dat we daar dus continu aan moeten blijven werken. Work which from now on will be brought together under one roof in the new Delft Flood Risk Center. Ja, het Flood Risk Center wat wij aan de TU Delft oprichten, dat beoogt om die verschillende groepen binnen de universiteit, vanuit civiele techniek, vanuit bouwkunde, vanuit technische bestuurskunde, om die samen te brengen en samen aan die maatschappelijke problemen te laten werken. Several different disciplines focus on the question: how can we make coastal and river areas safer and more attractive? Nou, wat eigenlijk kernpunt is van de benadering, dat zien we ook al wel in het veiligheidsdenken. Maar dat is dat ik vooral kijk naar een hele integrale benadering, waarbij waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit eigenlijk samen tegelijkertijd worden opgelost en aangepakt. Je hoeft ook geen angst te hebben. We hebben zelf een groot polderproject in ons gebied gedaan. Daar heeft een landschapsarchitect de eerste stappen gezet. Dat vonden ze wel een beetje eng, onze Delftse ingenieurs. Maar je kan nog steeds beoordelen of het veilig is. En dat heeft eigenlijk geleid tot hele nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En aan het eind van het proces waren we met z'n allen, inclusief de bewoners, heel tevreden. Wat altijd gedaan is, het verhogen van dijken en het versterken van dijken, zodra ze niet meer voldeden, wordt steeds lastiger. Omdat er steeds meer herstructurering nodig is. En waar eerst waterveiligheid echt voorging en er heel veel gesloopt werd, is er nu steeds meer maatwerk nodig om bebouwing in te passen en te behouden. The solutions of the future are becoming more and more complex. More tailor-made, more diverse. Als je kijkt naar onze waterveiligheid, dan is natuurlijk altijd het idee een stevige dijk. Dat is handig, dat is voor Nederland ook gebleken. En zeker langs de kust is gewoon preventie 1, 2, 3, 4 zijn geen andere prioriteiten. Wat ik er nog wel weer aan toevoeg is dat die veiligheid wel anders wordt vormgegeven. Dat gaat niet meer zo breed, zo dik, zo hoog. Daar hebben we hele andere oplossingen voor gevonden. Dus dat je ziet dat er veel meer gedacht wordt over ruimte voor water. Dus niet alleen maar hoe maken we zo hoog mogelijke dijken, maar bijvoorbeeld het programma Ruimte voor de Rivier, wat al enige tijd geleden gestart is en wat nu volledig in uitvoering is, is natuurlijk een heel interessant voorbeeld van leven met water, een meer natuurlijke manier, op een meer natuurlijke manier zorgen voor je bescherming. En dat is een trend die je ook nog op andere vlakken gaat zien. We've always thought of the sea as our biggest threat, but according to Waterboard Chairman Van Harsma Buma, we should also look up to the skies. Als wij nou in Delftland in ons werkgebied kijken, dan praten we niet zo gauw over die doorbraken. Die kans is niet zo groot langs de kust. Waar het om gaat is, wat gebeurt er de komende decennia met de regenval in ons gebied? En kunnen we dat dan opvangen? Different areas face different risks of dike breaching. The causes of these breaches are referred to in Delft as failure mechanisms. Ons onderzoek laat zien dat een dijk ook doorbreekt als het water nog ver beneden de kruin, dus de top van die dijk, staat. Dus bijvoorbeeld door mechanismen als afschuiving van een deel van de binnenkant van de dijk, of door een mechanisme piping, dat het water onder de dijk doorkomt. Nou, wij denken dat dat heel gevaarlijk is, omdat dat dus al bij lagere waterstanden dan de echte ontwerpwaterstanden kan optreden. En omdat dat ook vrij onverwacht kan optreden. Dus dat is ook voor de mensen achter de dijk of mensen die in de file staan omdat ze geëvacueerd worden, kan dat heel gevaarlijk zijn. So the new Delft Flood Risk Center will continue to identify the risks and to develop solutions. Not just for the Netherlands, but also for the rest of the world.